Vandaag vindt bij basisschool De Beemden de aftrap plaats van het klimaatproject van de Staalcompagnie. Omroep Dommelland Nieuwsflits. Van harte welkom alle ouders. Wat een opkomst, hartstikke leuk. Maar wij hebben hier wel belangrijk bezoek, want de hulpburgemeester die is hier ook. Even een applaus en een welkom voor Desiree. En dan ga ik nu het woord geven aan Inge, want die heeft heel hard met jullie geoefend. Goedemiddag allemaal, dankjewel Maaike. Goedemiddag allemaal. En we hebben inderdaad heel hard geoefend, jongens. En ik ben blij dat jullie hier allemaal staan. Vandaag presenteert de Star Company in samenwerking met basisschool De Beemde de start van het klimaatproject. Ja, ik vind het heel erg leuk om het klimaatproject te mogen openen vandaag hier op basisschool De Beemde. 3, 2, 1. Open! Ja! Applaus! Allemaal in actie en stoppen met zeuren. Hallo, ik ben Yveske. En ik ben Jente. En wij zijn de Klimaatjes. Er wordt tegenwoordig veel gepraat over het klimaat. Misschien wel te veel gepraat en te weinig gedaan. De ijskappen smelten. De bossen verdwijnen. Noem maar op. Het is echt tijd voor actie. Voor het te laat is. Iedereen kan een bijdrage leveren, ook al is het maar heel klein. Bijvoorbeeld minder vlees eten. Of minder vliegen. Of wat vaker op de fiets gaan. Allemaal in actie en stoppen met zeuren. Volgende punt van de agenda, dat is dus het stellen van de vragen aan de wethouder. Nou, heel erg bedankt. De eerste vraag aan u. Hoeveel moeten we aan energie besparen? Dit is een vraag van groep 5 en 6. Dankjewel. Al meteen een hele moeilijke vraag, hè? Want eigenlijk moeten we proberen zoveel mogelijk energie te besparen. Maar dat is natuurlijk best moeilijk, hè? Want je wilt toch warm zitten in huis, hè? Maar je kunt wel al bijvoorbeeld in plaats van 20 graden de verwarming op 19 of 18 graden zetten. Of in plaats van 15 minuten douchen, 10 minuten douchen. Dus dat soort dingen kun je doen om toch zoveel mogelijk energie te besparen. Dus als we met z'n allen dat doen, zeg maar, dan komen we echt al een heel erg eind, heel erg ver. De volgende vraag is van groep 2 en 3. En dat is, waarom moeten wij zoveel mogelijk rommel opruimen? Nou, er kunnen sowieso dieren in verstrikt raken. Hè? En die gaan dan dood, want dan kunnen ze geen eten meer vinden. Maar bijvoorbeeld ook plastic
plastic breekt af in hele kleine stukjes. En als dieren dat opeten, dan worden ook weer andere dieren opgegeten, komen ze in de voedselketen. En dat kan zover gaan dat het zelfs in ons bloed terecht zou kunnen komen. Ik ben Yveen. Waarom? Waarom is het klimaat belangrijk? Nou, een goede vraag hoor, Yveen. Waarom is het klimaat belangrijk? Het klimaat is vooral belangrijk omdat we hier dan lekker kunnen blijven leven. Want het is niet fijn als het hier 40 graden wordt. Of als het heel erg koud wordt. Of als hier bij spreken heel veel water zou staan. Dus daarom is het belangrijk dat we naar dat kijken. Nou, deze kinderen die moeten nog lang op deze wereld leven. En als we daar beginnen om bewust te maken wat goed is en wat niet goed en wat belangrijk is. En ze dat mee kunnen geven voor de rest van hun leven. Denk ik dat we daar een hele mooie goede basis kunnen leggen. En hoe vond je het? Goed. Wat heb je gedaan? Gespeeld. En gezongen? Ja. En waar ging dat liedje over? Het klimaat. Klimaat, heel goed. U doet ook vast uw best voor een beter milieu? Ik doe mijn best, ja, elke dag. Ja. Zoals? Nou, vooral fietsen en geen auto rijden, om maar iets te noemen. Ja, serieus? Ja, serieus, ja. Dus dat is vooral de auto laten staan, fiets, dat soort zaken, dat doen we ons best voor. Heel goed. Kijken of dat allemaal een beetje wil lukken. En ook niet meer elektrisch scheren, zie ik? Nee. Dat is al jaren niet meer, maar het wordt wel tijd dat het gedaan wordt. Hartstikke goed ging het. Kinderen heel enthousiast, ze hebben heel goed geoefend. En het zijn echt superleuke kinderen. En ja, ze vonden het gewoon heel leuk en dat zie je, dat stralen ze uit. Dus... Ze deden het goed? Ze deden echt keigoed. Iedereen kende het, danste mee, deed enthousiast mee. Zelfs van klein naar groot. Dus ja, hartstikke mooi. De volgende stap is, we gaan heel het jaar door, gaan we gewoon van alles organiseren. En mensen een beetje betrekken en samenbrengen met... En iets wat we leuk vinden. Helemaal goed. Ja, Desiree, ik wilde graag de cd geven aan jou. Dit is een exemplaar van het klimaatlied. Mm-hmm. En zoals je ziet is dit bij het gemeentehuis opgenomen. Want daar is een videoclip opgenomen. En ja, dus leuk. Bij deze. Ja. Alsjeblieft. Ik zal hem nu wel uit mijn hoofd leren, hè, voor de volgende keer. Afgesproken, dit staat op camera. Ja, dat is goed. Dan leer ik het nog eventjes. Ja, dat zeg ik. En het dansje ook? Ja. Nee, ik hou ook weer zingen.